Arme van Buren, zegt zo'n jongen die vanaf zijn tiende, zijn twaalfde thuis op de computer dingen gemaakt heeft. Hij weet alles van muziek en hij weet ook alles van die techniek. Hij is echt een goed vakman. Het is gewoon een hele toffe gozer. Hij is helemaal down to earth. Staat echt met twee voeten gewoon stevig op de grond. Armin van Buren, de beste DJ van de wereld. Zijn trance-muziek is Nederlands grootste culturele exportproduct. Vanavond begint hij in Utrecht met zijn wereldtournee. Ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Ik dacht niet dat ik zenuwachtig was, want ik vannacht in mijn bed lag en in één keer helemaal niet kon slapen. En toen dacht ik ineens, oh, dat moet nog gebeuren. Ik moet niet vergeten morgen dat te doen. Ik wil dat nog doen, dat nog checken. En dat was wel even spannend, ja. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die vanavond fout zouden kunnen gaan. This is Ben Liebrand in the mix on Radio Veronica. Ben Liebrand is de peetvader van de Nederlandse DJ's. Hij heeft het muziekmixen groot gemaakt in ons land en heeft daar ook een aardige boterham mee verdiend. Liebrand kan zich nog goed herinneren dat Armin van Buren jaren geleden als guppie bij hem op bezoek kwam met een bandje met zelfgemaakte muziek. Ik had zoiets van, nou, dat is gewoon fantastisch wat die gozer doet. Als hij dat al kan maken, als hij zoiets kan maken met zo weinig middelen, nou, dan gaat het helemaal goed komen. Moet wel. En toen was het nog een jochie. Toen was het echt nog een jochie en toen had hij echt nog, ja, zeg maar, anderhalf stuk equipment in zijn kamer staan, wat nog ineens een studiootje mag heten, zeg maar. En toch wist hij daar al dingen mee te maken waarvan ik dacht van, nou, dat is knap. Binnen 10 jaar na dat bezoek aan Ben Liebrand heeft Armin van Buren de wereld veroverd. Vanaf 10 uur vanavond gaat het los. Dan zal deze jaarbeurs in Utrecht veranderen in een dansende massa. 20.000 mensen. En daarna begint de wereldtournee. Australië, Canada, Amerika, Oost-Europa. Want onze Armin van Buren is een wereldster. De show van vanavond moet alles overtreffen. Van Buren gaat 9 uren achter elkaar draaien, non-stop. Als je naar de wc moet? Ik heb zeg maar tot 1 uur draai ik achter een doek. En ik heb gewoon een wc in de booth beneden. En in principe ga ik niet naar de wc. Dus ik moet niet te veel drinken. Jan van der Plas is auteur van het boek 50 jaar Nederpop en docent op de Rock Academie in Tilburg. Hij vindt dat Van Buren niet helemaal op waarde wordt geschat in Nederland. Als je kijkt naar wat hij bereikt heeft de afgelopen jaren, dat is echt enorm veel. Kijk, dance is een klein genre vergeleken bij rock of pop. Dus het komt allemaal wat minder makkelijk groot in de media. Maar Armin van Buren, je hoeft alleen maar naar zijn speellijst te kijken. In een maand reist hij echt de hele wereld over en staat hij overal in echt, ja, zalen met 20.000, 30.000 bezoekers. Dus ja, hij is wereldwijd echt heel groot geworden. Even kijken, Guatemala, Lima, Peru en Chili geweest. Even kijken. Ik ben nog in Dubai geweest vorige maand. Toen nog in Israël, in Eilat. Even kijken. Vorig weekend dus in Dublin, bewust in Europa. Het weekend daarvoor had ik vrij. Het weekend daarvoor, ja, was het Sensation Chili inderdaad. De Nederlandse housemuziek slaat aan, wereldwijd. En ook Armin van Buren heeft zijn eigen succesvolle geluid, zo zeggen de kenners. Nou, als je te maken hebt met Armin van Buren, het is een hele open, vriendelijke jongen. En zo klinkt zijn muziek ook. En, het is heel makkelijk toegankelijk. Iedereen kan ernaar luisteren. Dus het is ook heel makkelijk bruikbaar als achtergrondmuziek in een kapperzaak of in een kledingzaak. Je kunt er ook heel makkelijk op dansen. En ja, je krijgt er snel een grote hoeveelheid mensen mee in beweging. En Armin is ook een van de weinige DJ's die ook een soort combinatie kan maken van trance, dansvloer en geloofwaardige popstemmen. Dus stemmen die normaal gesproken alleen in de pop tevoorschijn komen. En hij weet dat op een geloofwaardige manier te combineren. Maar misschien wel zijn grootste kwaliteit is dat, ondanks al het succes, het een gewone jongen uit Leiden is gebleven. Wat ga je morgen doen? Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Ik denk, morgen ga ik eerst even ontnuchteren, denk ik.
Ik denk gewoon bij mijn ouders eten. Dat doen we altijd op zondag. Het is echt heel suf, maar het is echt zo, ja. Als je, zondag, je kan morgenavond langskomen, dan zie je mij gewoon borden naar de keuken brengen en zo, dat soort dingen. En tot zover één vandaag. Wij zijn er maandag weer. Graag tot dan.